Ja. Zo. Welkom als je terugkijkt. Want de mensen die er live bij zijn, die zien dit nog niet. Die komen zo binnen druppelen. Welkom dat je kijkt. Oh. Onze Tim. Mooi moment gisteren bij de livestream. Als je dat niet hebt gezien. Ik heb dus, nou ja goed, ik gebruik het zelf amper. Eigenlijk niet, ik zit er nooit op. Maar ik werd er eigenlijk op gewezen van je moet daar gewoon wat dingen opgooien. Joh. Gisteren gebeurde er wat grappigs tijdens de livestream. Dus dat heb ik ook nu op TikTok gezet. TikTok, jawel. Wijlando de Boomer zet filmpjes op TikTok tegenwoordig. Maar het was gisteren echt een mooi moment met de necklace van die Tim. Ja goed, ik kende het dus niet. Dat was juist de grap, dat was grappig. Want wat bizar. Jongens, welkom. Ook de mensen die live zijn. Ik wil als de mensen aan toespreken die dit straks terugzien. Want het is wel heel raar. Als je een livestream begint, dan is er op het begin niemand. Maar als mensen terugkijken, dan kijken ze vanaf seconde nul. Maar welkom, jongens. Hoe is het? Strijders. Niet doen is het niet waard. Maar we hebben hem al gedaan. We gaan hem alleen openen. Lorenzo, jongen. Hoe is het? Tommeke Kroon. Jongens, ik ben wel benieuwd. Ik moet er een kleine kanttekening bij zetten bij deze livestream. Ik raad eigenlijk iedereen altijd af om op zaterdagmiddag te spelen. Ja, inderdaad Matthias. De SBC-koning heeft het klaargezet. En we hebben die malen binnen. Damien, de SBC-koning, Dutch DH. Wat een naam. Oh, sorry Tom. Ik zal je gewoon Tom noemen. Milan vraagt wat ik denk dat RKC tegen ADO gaat doen. Nou, hoe goed is ADO sinds de winterstop? Daar komen we achter natuurlijk. Er zijn wel wat spelers bijgekomen weer. Hè? Volgens mij onze rechtsback. Jullie weten het. Uit de Premier League. Oh, kom op, hier moet ik opkomen. Waarom weet ik dit even niet? Zijn naam is natuurlijk rechtsback. Speelt bij PSV. Is je matje. Kom op. Dit weet je toch wel. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, nee, M, N, O, P, K. Janmaat, dat is hem. Janmaat, ja, goed, thanks. Janmaat, inderdaad, die zit erbij. Zou kunnen, maar nou ja, speelt RKC thuis? Even kijken hoor. Ja, interessant. Leuke vraag. Even kijken. Netherlands, RKC thuis inderdaad. Ja, ADO was echt knijterslecht, hè. Echt knijterslecht voor de pauze, voor de winterstop. Dus ja, ADO heeft één keer gewonnen. Ik moet even, wat is er nog meer gebeurd jongens? Die hebben ze nog meer gehaald. Oh, ik moet heel veel een piepje uitzetten. Wacht even, dat is de wasmachine. Wacht even, 1 seconde. Anders word ik echt helemaal gek. Als ik dat piepje vaker dan 1 keer hoor. Nog naar The Order gekeken, vraagt Marvin. Nee, wel naar Perdida. Daar zijn we best wel ver mee nu. Maar we gaan de series af hoor, het lijstje. Was leuk van de week. Open alsjeblieft. Ja, we gaan het openen. Oh ja, Vjinovic inderdaad. Ja, Klopt. Vjinovic. Ja, die is bij Feyenoord een beetje mislukt toen, toch? Goed jongens, jullie zagen het hè, mijn team. Wat hebben we nodig? Nou ja, weet je wat het is? Oh. Ah, kijk, dit is hem. Dan krijgen we dus 4 keuzes. Ik heb hier gekke dingen in voorbij zien komen. Een vriend van ons, waarmee ik eigenlijk vanaf vandaag op wintersport zou zijn. Ja, nee, eigenlijk kan ik echt niet tegen Damien. Maar vriend van wintersport, zeg maar vriend van voetbalteam uit Arnhem, kreeg hier gisteren Mbappé in. Kijk, als dat zo zou zijn, Mbappé, zouden we gewoon onze normale Mbappé kunnen verkopen. We hebben gewoon 9 ton erbij. Volgens mij zit er ook nog steeds natuurlijk gewoon Ronaldo in vorm erin, inderdaad. En een nieuwe headliner club. Dus op zich kan er wel wat tussen zitten. Weet je, zo'n Theo Hernandez headliner of Son of zo. Oh, wat zou dat ziek zijn als er zo'n kaart tussen zit. Maar goed,
We gaan het meemaken, jongens. Ik snap dat het voor veel mensen de moeite niet waard is. Maar sommige mensen krijgen hier echt wat lijps uit. Hier, Tijn zegt, ik had Bamba headliner uit 86+. Oh, dat is een andere, oké. Die promes van mij is tradable. Is die 280k ineens? Oh, dat heb ik wel goed eraan gedaan om hem te bewaren. Is die 280k? Die was eerder echt veel goedkoper. Oh ja, ziek. Waarschijnlijk omdat die Europa League ook wat dichterbij komt nu weer. Dat is over een maandje, denk ik. Nou, nee, het duurt trouwens echt nog best wel lang. Wat ziek dat die in één keer zo duur is, joh. Oh, dat komt natuurlijk doordat Robben en zo... Doordat die kaarten van Kluiber en Robben en Maler er zijn... willen steeds meer mensen een Eredivisie team maken. Promes, ja, logisch. Oh, sick. Daar heeft het mee te maken. Ja. Oké, jongens, daar gaan we. Bijna 3000 kijkers. Dankjewel, jongens. Even een klein duimpje omhoog. We gaan zo Weekend League spelen. Als het slecht speelt... hou ik er misschien ook alweer heel snel mee op. Want dan is het zonde van ons record. Maar we gaan het even checken. Ja, door Robben. Nee, precies. Doe R3. Dat kan ik doen. Dus dan doe ik even mijn ogen dicht. Dan kunnen jullie moeten zelf ook mijn ogen dicht doen als je het niet wil zien. Maar dan doe ik inderdaad R3 en dan kan ik met R2 naar de volgende keuze, of niet? Ja, ik doe het met R3. Dat is goed. Doe allemaal even je ogen dicht. Gewoon doen. Donatie ga ik ook voorlezen zo inderdaad. Ik klik met mijn ogen dicht en dan doe ik R3. Ja? Ik klik. Oké, ik heb het niet gezien nog. Ik heb het niet gezien. Jullie weten het nu. Ik zie niks. R3. Zo! 84 rated! Ziek zeg! Oh, ik moet niet naar de chat kijken, want dan ga je het natuurlijk zeggen. Ja. Matig. Matig. Jammer. Ik heb, je weet, het is op zich niet eens. Ja, nee, het is niet best. Ik wilde het dan weer positief uit gaan leggen. Ik heb die Rashford player pick. Voor die heb ik ingeleverd. Ja, ik ga maar gewoon voor de hoogste rated. Van de Damien blijven voor de SBC's. Helaas, pindakaas. Maar, volgens mij kostte die SBC iets van 30k. Wat leg je tegenwoordig neer voor zo'n 86 rated kaart? Hier, 26k. Ah, ik heb ook niet echt verlies op gemaakt dan. Toch, Damien? Kunnen we gewoon zo'n speler ooit weer een keer inleveren. Dat is dikke prima. Ik ga even naar de donaties. Want, dat is wel zo netjes. Even zien. Sam Wolters was de eerste. Strijder dit weekend top 200. Kopje erbij houden, lukt het je wel. Ja, we gaan er wel voor. Mats Hoijs! SO naar Snapking. Zeker. Jongens, volg me op TikTok. Ik weet het lang verhaal. Het is, maar als er soms een keer iets grappigs gebeurt, dan, in de streams of in de video, dan pompen we dat op TikTok. Daar schijnt het wel handig voor te zijn. En gisteren gebeurde er wel wat grappigs met onze oude Snapking figuur. Dus daar hebben we een filmpje van gemaakt op TikTok. Nou, Koen Weiland .39 volgens mij. Mocht je het nog niet hebben gezien. En dan hebben we ook nog. Revmer, ben jarig vandaag. En een aardige regenboog op je bank. Oh, jij bedoelt alle kleurtjes van die kaarten die ik heb. Dat is zeker waar. Leuk, thanks voor je donatie. En gefeliciteerd natuurlijk, Riff Mer. En Monster Art zegt, dank voor de OnePlus. Super, gebruik hem nu al door betere content voor mijn Instagram, voor mijn tekeningen. Road to 1000 volgers. Nog 94 te gaan. @monstra_art. Lekker jongen, wat goed dat je er blij mee bent. Winnaar van de giveaway van vorige week. En Joffrey Vonken met een 1 euro superchat. Thanks mate. Cheers. That's amazing. Ja, dit is inderdaad een aardige regenboog, ja, dat klopt. Jammer dat die vorige SBC weer niks opleverde. Maar je moet soms gewoon dat soort dingetjes een beetje doen, zeker als het goedkoop is. Een keer ga je geluk hebben. Malen ben ik benieuwd naar. Het is wel aardig hoor, dit. Als je die stats ook ziet van Promes en Politano en je ziet dan die van Malen, dan besef je hoe goed die kaart dus eigenlijk gaat zijn. Al helemaal als hij de upgrade nog krijgt, maar gewoon überhaupt zal dit een heel aardige kaart zijn. Het enige jammer is natuurlijk dat hij 3 sterren weakfoot heeft. Vorig jaar had hij volgens mij 4 sterren toch, Malen? Dat dacht ik. Toen met die Michel Flap serie dacht ik dat hij 4 sterren had. I don't know. Koen Visser, jongen, we gaan ervoor. We gaan ervoor. Let's go. Als het slecht speelt, jongens, dan stop ik misschien heel vroeg. En dan wordt het gewoon een kort streampje met misschien 3 potjes of zo. Maar goed, dan hebben we toch weer 3 potjes gedaan. En dan gaan we vanavond weer even. Want eigenlijk zou ik het altijd afraden om op dit moment te spelen. Aardig teampje. Haven't a Kalu. Het is geen monster team. Hij heeft het geluk gehad met die Gullit. Want alsnog natuurlijk gewoon een prima speler.
Waarschijnlijk is het... Ja, je zou zeggen dat het een Nederlander is met die drie kaarten en Gullit, maar... I don't know. Waarschijnlijk heeft hij die Gravenberg... Ja, die is natuurlijk sowieso makkelijk te unlocken. Ja, nou ja. Oké. Okay. Daar gaan we, jongens. Oh, de pro's spelen niet. Nee, oké. Okay, maar de... Omdat er qualifiers zijn op dit moment. Maar goed, de gameplay is vaak erg matig op dit tijdstip. Dus dat moet ik even in de gaten houden. Arjen! Luc zegt SO naar Mats Hoijs en Joikhoip. Die zijn de slimste. Ja, dat zijn mooie ventjes. Oh, voor mij zeker delay. Oh. Kluiber centraal, rechtsback hebben we Walker. Niet doen voor. Oké, nog geluk. Ik ga super simpel spelen. Zo, goede beukmuziek hoor ik al. Oh, is die uit. Dente. Even pressen. Kom maar, Jimmy. Is genoeg. Top. Geen buitenspel dit. Matig. Goed, Walker. Oei. Hoe zijn de servers, chat? Mwah. Niet best. Gewoon rustig spelen. Dan zou het normaal gesproken goed moeten komen. Niet te veel gekke dingen doen. Niet te veel dom balverlies. Hier opletten. Kluivertje. Moet het midden dicht houden. Poeh. Overleven. Prima. Heerlijk, Jimmy. Yes, top. Let's go. Je bent los. Messi komt tweede paal. Lekker afgemaakt, Arjen. Ik speel dus vanaf de linkerkant. Ik weet dat het een beetje gek is. Het is niet à la Robben, maar met deze game vind ik het eerlijk gezegd gewoon lekker. Ik kom voor mijn gevoel vaker zo goed uit. Man. En Mbappé op rechts vind ik ook altijd heerlijk, dus ja. Ik laat het voorlopig even lekker zo staan. Oh, wat een schot. Zonde. Gewoon weer rustig. Terug met de middenvelders. Geen gekke dingen. Lekker. Gewoon veel korte paasjes geven. Dat gaat dan vaak nog het best. Niet te veel dribbelen. Eigenlijk de speler zonder bal het werk laten doen. Dat is dan nog het beste. Dus niet dit. Ja, ik heb Kluiber centraal staan, ja. Klopt. Nog iets hogere defensieve stats dan Walker. Ik ben er nog niet meer over uit hoor. Op zich is Kluiber ook beter aan de bal dan Walker eigenlijk. Echt heel cheap hè. Het is zo'n Kluiber. Die moet je gewoon doen jongens. Ook al gaat Ajax misschien niet winnen zelfs. Hè? Dan nog. Is de kaart echt insane. Ze hebben gewoon allebei gedaan.
Ik vind het een moeilijke voorspellen wedstrijd. Ajax-PSV. Goed, Walker, heerlijk. Ver naar de buitenkant. Hij is pas nog niet binnen. Hij heeft ook al wat kansjes gehad. Hij gaat makkelijk klagen. Wordt easy 3-0. Ik ben benieuwd, man. Ik geef Ajax ook sowieso meer kans. Maar PSV... Voor mij hebben ze de hele selectie fit ook nu. Behalve Gutsen misschien, las ik. Dat hij misschien niet speelt. Oh, lelijke goal. Prima. Ja, eens Damien. Na Breukers is Kleiber de beste rechtsback. Ja, zeker. Kijk, dus lekker. Hartstikke mooi. Gaan we even invullen. Kan ik jullie dat nog zien? Even kijken. Ja. Kijk. Wlscores.nl 2-0, Rage Quit. Robben en Messi. Pelé en Wijnaldum. Dan hebben we... Zupa. Zupa. Einfach richtig einfach gespielt. Ja, gelijk spel kan ik me heel goed voorstellen hoor. Bjorn zegt juist weer, PSV gaat Ajax kapot maken. Robben is op 10 denk ik best goed, maar dan zou ik me wel echt gaan ergeren aan die weak foot van hem. Oeh, Jordi, moeilijke vraag. Ik heb die Gullit 86 niet vaak gebruikt, maar zijn stamina is volgens mij ook heel laag. Dat vind ik sowieso al heel irritant voor een middenvelder. Ik kan even kijken voor je. Hij kost wel 1,2 miljoen, maar goed, dat zijn icons altijd. 78 stamina. Wat heeft deze Wijnaldum? Oh, goed. Natuurlijk zijn die stats niet slecht hoor, van Gullit, maar... Van die baby Gullit. Composure 94. 95 stamina. Ja, als je die stats gaat bekijken... Ja. Die Gullit kan beter schieten, maar hoe vaak schiet je dan met je middenvelders? Zo moet je ook denken. Wijnaldum is zelfs nog iets sneller. Nou, hoewel. Nee, dat is niet waar. Acceleratie van Wijnaldum is iets hoger, maar de sprintsnelheid van Gullit. Ja. Ik vind het moeilijk. Maar dat zegt alleen al dat ze schelen echt weinig. Als je ze allebei tradable hebt, ja precies, of jij, Damien zegt ook bijna allemaal boven Gullit, ze ontlopen elkaar niet veel. Mijn gevoel zegt inderdaad ook bijna altijd, maar Gullit is wel iets makkelijker in te passen natuurlijk. Zo, dit is een aardig teampje. Dit is Prime Desailly, toch? Baby Pelé, goede player pick Lozano, Kanté, Mané zijn ook gewoon prima, verdediging is goed en dan in vorm Ronaldo. Oei, wat een moment. Nou, Ajax onderschat PSV niet, denk ik. Dat zal meevallen, maar... Een beetje bang. Het is een beetje het oude probleem van Ajax. Die snelle spitsen van PSV tegen de verdediging van Ajax. Hier is Genie. Ik vind hem heel fijn, Wijnaldum. Echt.
Nee. Oh, zonde. Ja hoor. Goed, Walker. We hebben nu achterin, dat is wel echt fijn. Onze achterste linie is nu echt top. Overal snelle, sterke spelers. Ja. Oh, hij heeft natuurlijk die vorige in vorm. Hij is niet die 84 gewoon al. 94 bedoel ik. 93 heeft hij. Oh, jongens. Dit is echt goed. Dit was echt goed. Great play. Acuña is goed. Hij valt niet echt op. Is misschien ook wel de zwakste van de vier die we nu achterin hebben. Op een of andere manier. Maar hij is goed. Hij is gewoon klein. In de lucht niet goed. Ja, de bridge zag ik aankomen. Ja, top. Maar hij is zeker niet slecht. Dit is goed. Hij laat hem los. Kom maar, Kilian. Let's go. Reacties. Keeper. Nicky Pope. Lekker. Geen buitenspel, toch? Lekker hoor. Pele met een goaltje. Gewoon killen nu. Met deze gameplay moet je gewoon simpel. Gewoon niet in de modus komen dat ik alleen maar ga skillen. We hebben goede voetballers met goede passingen ook allemaal. Messi op 10, dat is dan extra fijn. Goed verdedigen, toppie. Toppie. Hij laat hem weer los. Ja, je ziet het gewoon gebeuren. Je ziet gewoon dat hij op een gegeven moment die back weer los gaat laten. En dan kan hij hier, ja, misschien moeten stiften. Of lobben. Lobben met Robben. Ja, oké. Okay. Kleibertje. Heel irritant door die Kleiber om tegen je te hebben. Oh, dit is een goede beweging. Oké. Okay. Goeie bridge. Dit is irritant. Nee. Oh, toch de bal geraakt. Ik twijfelde. Toen ik zeg maar de sliding inzet, dacht ik van deze, die ga ik zeker hebben. Ga ik zeker raken, maar... Toen ik dit zag gebeuren, dacht ik, shit, volgens mij heb ik die bal niet geraakt. Maar goed. Dus toch. Oké, wel twee waarschuwingen gehad. Ik heb gewoon eigenlijk even een derde goal nodig. Goed terug blijven rennen met Wijnaldum. Anders dan komen mijn verdedigers er 1-op-1 voor te staan. Dat wil je niet. Dat is Wijnaldum. Kleibertje sterk. Nee, half werk. Verdomme man. Goh, Pope. Met de voeten, hè. Dat is toch die redding met de voet. Maar het gaat niet goed. Niks. Top. Oei. Waarom gebruik je Pope? Ja, jongens, beste keeper van de game. Lekker Walker.
verdiend. Maar... aanvallend gewoon beter. Verdedigend is het heel moeilijk tegen zijn team. Met een beetje delay erop. Dus moet gewoon meer scoren. Klaar. Doen. Doen! Nee, waarom doe je dat nou zo? Zonde. Ik kan ze killen nu hoor. Het kan nog spannend worden. Klopt, die had ook kort hoek gemoeten. Spannend. Pomp die likes nog even naar 1000 jongens als je wil. Het zou toch geweldig zijn. Het zou toch fantastisch wezen. Mijn laatste 30-0 was afgelopen zomer. Afgelopen zomer met FIFA 20. Dit jaar nog niet gelukt. Nog heel veel deze 11. Ja, I know Stan, ik heb het gezien. Rob is zeker goed. Ik heb het gezien man, die headliners Goretzka en Upamecano. Echt gruwelijke kaarten, maar het is allemaal zo stervensduur gewoon. Boah, heerlijk zeg Gijs. Waarom Rob de basis? Goeie kaart. We gaan zo Rashford erin gooien. We moeten focussen, we moeten gewoon meer scoren. Hij is veel gevaarlijk geweest. Gewoon meer scoren dan komt het goed. Hij gooit Kluiber erin voor Sissoko. Okay. Op het middenveld gaat hij Kluiber zetten. Ja, dat kan ook nog. Belangrijk. Doen! Heel belangrijk. Lekkere goal. Goed. Ah, het is nog te overzien, zeg maar. Het speelt langzaam, maar niet hels. Lekker Messi. Kijk eens. Messi die biggelt gewoon terug en zegt Ronaldo van de bal. Dat is zo nep, zou je het echt nooit zien. Zou je het echt nooit zien, man. Prima. Lekker gestreden, jongen. Kijk, en dan gaat daar Arjen. Hoppa, Acuña. Prima voetballertje. Technisch goed. Oh. Ik doe er nog meer met je kapotte lippen deze week. Het is zo droog, gewoon. Het is heel droog weer. Ik heb er nog meer last van. Vaker de lippenbal van mijn vriendin lenen. We gaan zo eens even wisselen. Oh, Golo Kante. Oh, Golo Kante. Waarom heb je Rob op links buiten? Ik weet dat het niet des Robbes is. Hij is geblesseerd. Dan gaan we hem eraf halen. De man van glas. De man van Jason Glas. Sonny. En Rashford. En dan heb ik liever Pelé op 10, Mbappé spits. Als we vlak voor tijd nog 2 goals voorsprong hebben, of we vergroten de marge naar 3, dan ben ik benieuwd naar Malen. Ja, hebben jullie dat ook? Mijn geluid glitcht. Van. Koen, is Thijs je broertje? Thijs? Nee. Oké, Thijs. Thijs Dame? Oké, Thijs. Het. Thijs Weiland? Ik krijg geen Thijs Weiland, volgens mij. Kut, keeper. Lekker popie, jongen. Heerlijk. Sonny, kom op. Sterk. Heerlijk. Lozano, ja, die kracht 45 of zo. Wat is het? Verschrikkelijk in elk geval. Kilian, uitstekend. Geen met het spel, toch? Mag ik hopen? Ah. Huh.
Wat heeft hij die Kluiber? Die loopt gewoon in de spits bij hem, joh. Het is een goede kaart, maar je kan ook overdrijven passen. Die Kluiber is toch van Utrecht, hè? Je kunt zonder zo'n verschrikkelijke voetballer. Ah. Goed hoor. Zo. Depressie. Kan ik hem kwijt? Eigenlijk nergens. Sonny? Oh, die Poop kan echt niet trappen, dat is wel duidelijk. Koen, je moet Rulebreaker Cuadrado op CDM zetten. Ja, als ik nou een keertje gewoon zo'n Inform Ronaldo pack, zo'n player pick die Ronaldo krijgt, sta ik er zeker voor open. Sonny? Ja, Sonny is toch altijd wel goed hoor. Ik vind hem altijd wel lekker als hij invalt. Ook al heeft hij geen sprint speed van in de 90. Invallers, je wil vaak wel dat invallers gewoon echt, echt bloedsnel zijn. Hij is gewoon goed. Hij is gewoon goed. Ah nee, dit gaat te makkelijk. Pasje? Ja, precies. Top. Was boven links? Nee toch? Lekker Kluiber. Ja, ik verdedig goed nu, tweede helft. Top. Eerst had hij wel wat kansjes gemist. Onze tegenstander. Nee. Kijk eens, onze Kluiber tackelt zijn Kluiber. Ik ben met die Kluibers. Deze aanval overleven. Belangrijk. Goed, Golo. En nu even een keer onder die druk vandaan komen. Irritant dit. Eigenlijk moet je hem daar gewoon meegeven, maar... Oh, doe je. Zo lang duurt het dan, nou ja. Binnen. De trainer van Heerenveen heeft COVID. Trailer Mokromafia gezien. Nee, nog niet. Nog niet. Maar ik kan niet wachten, man. Heel veel zin in dat weer te kijken, ja. Keeper. Ik ben niet echt van de trailers of zo. Ik weet toch wel dat ik het ga kijken. Dus ik hoef niet meer overtuigd te worden. Zijn er mensen die ooit trailers opzoeken? Ik weet niet. Ik niet. Goeie bal. Oh. Dit is dus Walker. Weet je dat Kluiber en Tavernier die bal gewoon prima langs de lijn hadden gegeven? Die Walker kan echt niet voetballen. Dat is niet te geloven. Hij kan alleen walken. Hij kan alleen lopen, serieus. En hij is natuurlijk wel sterk, maar that's it. Prima. Niet echt in de problemen meer gekomen. Ja, die Malen, ja, dat heeft ook niet meer zoveel zin, die 2 minuten. Ja, dag. Die Bridge is een goede truc, maar hij gebruikt hem wel iets te opportunistisch. Zo, die Poop, wat een gek is dat, zeg. Yo. Ah, zelfs dat, wat is dit? Nou, prima. Gameplay is niet zo goed, nee, valt tegen. Valt tegen, maar ik durf nog wel een paar potjes aan. Het is ook wel eens erger geweest, zeg maar. We winnen dus 3-1. Met de goals van Pelé en Messi. Pelé werd bij alle goals betrokken. Jongens, jullie onderschatten soms gewoon hoe goed hij is. Messi en Pelé zelfs. Oké, lijp. Allebei bij alle 3 de goals betrokken. Die kopbal van Messi was echt een mooie goal. 5-5, 4-3. Oké. 11-0. Silverijn is weer binnen. Dan was dit het, jongens. Tot volgende week. Voor Koen is de gameplay goed vergeleken met andere mensen.
Max, lul niet zo slap, man. Max die zegt, probeer even die Prime Closer. Die is een stuk beter dan die Pelé, dat verzeker ik je. Dat kun je niet zeggen, man. Dat kun je echt niet zeggen. Oké, Jordi. Ja, lastig hoor. Dat is een lastige keuze. Kun je ze niet samen gewoon op het middenveld zetten? Of heb je nog meer goede untradables? Jarny, welkom jongen. Prime Hierro komt niemand langs. Dat geloof ik wel. Dat geloof ik wel. Volgende tegenstander. Gewoon een lekker meta-teampje. Met Renato Kanté. Marcel Rashford. Hij loopt nog een beetje achter. Hij is nog niet heel ver met zijn team. Ik bedoel, als je dan met normale Rashford en normale Marcel speelt. Normale Gomez. Pomp. Nee, maar dan... Wissel Wijnaldum en Kanté nou om. Waarom, Juju? Maakt helemaal niks verschil. Nog steeds evenveel mensen of chemistry. Want dan komt Mbappé op mindere cam. Ja, De Ligt, ja, dat heb ik ook gelezen dat hij het heeft. Oké, jongens, even focus, want camper is niet optimaal. En het is weer een nieuw pot. Niet onderschatten, hij heeft een meta-teampje. Kan gewoon prima spelen misschien. Waarschijnlijk zelfs. Goed. Is dat voor gek dan? Goed dichtgelopen. Prima, niks aan de hand. Moet wel een indruk zijn van zijn aanval. Zag er op zich goed uit dat hij deed. Is ook goed. Halen, korte hoek. Lekker man, goede aanval. Let's go. Sterk hoor, Ginny. Even uitkijken met het onder de druk wegspelen. Deze gameplay. Ik ga er een goede oplossing voor hebben. Hij laat hem los, denk ik. Het is geen buitenspel als het goed is. Lekker man. Beetje lelijk hoe hij uiteindelijk binnenvalt, maar de aanval ervoor was echt goed. Kom op. Messi. 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 Kom maar. Even voorhouden. Geen slechte tegenstander. Even op jacht naar die derde goal. Ja, dat weet je.
iedereen heeft die bridge ineens wel in zijn arsenaal zitten. Kijk, deze. Hoppa. Zo. Waar is Bellerin, jochie? Breed. Goeie bal. Lekker strak ingespeeld. Nog een keer door. Driehoekje. Messi. Toch naar zijn recht. Had hij niet verwacht. Nog één keer. Ja. Heerlijke goal. Ik kan niet anders zeggen. Dit was echt van begin tot eind. Messi is echt fijn, ja. Echt serieus. Als ik niet aan tradable had gehad, had ik hem nooit gekocht, deze game. Maar ik vind hem op 10 gewoon ideaal. Echt ideaal. En zijn 4 sterren weak foot voelt ook niet aan als 4 sterren. Gewoon, het is gewoon prima tweebenig, echt. Je bepaalde je niet van afstand met rechts gaan krullen en zo, maar echt van dichtbij in de 16. Ze schoot met rechts en op dikke pin. Deze schoot hij nog met links, een beetje raar, maar. Kilian, ja, gezien. Top. Vamos. Vamos. Nu eroverheen. Gaat hij niet meer op dekken? Ja, toch wel. Abseits. Hoeveel ga je nu? Vraagt Jordi met caps lock. Jordi, dat zie je helemaal linksboven, jongen. Ben je nieuw of zo? Helemaal linksboven zie je het. Hoppa, zieke bridge nu. Goede combinatie van skills. Kilian. Arjen, ¿qué haces, mijo? Goed. Ja, weer. Oh. Dit, mijn spel. Dit is gisteren van Rick. Waar ik het heb gewezen. Van Rick Dame. Een nieuwe skill move. Combo. Geleerd. Ja, nou ja, geleerd in elk geval. En dat is in de Evisie inderdaad ook veel. Maar ik wist gewoon niet dat het... Ja, hoe moet ik zeggen? Dat het inderdaad zo lijp werkt. Dat is niet normaal. Let op. Als je met iemand met 4, 5 sterren skill, ik zal het zo laten zien als ik die bal heb. Eerst een bal rol, dat is easy hè, dat is gewoon, je weet het wel, die rechte joystick. Stel ik loop naar boven, gewoon heel veel naar links of heel veel naar rechts inhouden, dan laat hij lekker dat balletje zo onder zijn voet rollen naar de zijkant. Maar je doet gelijk daarna een fake shot, het liefst iemand met 5 sterren skill denk ik wel, maar met 4 kan het ook gewoon. Je doet gelijk daarna een fake shot, dan duurt het heel lijp die bal rol en dan zo'n sleep. Maar heel snel. Echt, hij neemt niet eens tijd om nog passen te zetten of rustig die tweede skill move in te zetten. Maar het is echt een snelle combinatie. Dat is niet normaal. Ik zal het zo even laten zien met Pelé of zo. Maar het kan met 4 sterren skill, dat is het probleem niet. Maar... Volgens mij doen ze met 5 sterren skill nog iets vaker echt de sleep in plaats van een normaal fake shot. Dat gevoel heb ik. Dylan, dankjewel jongen. Ik ga zo donatie checken. Eerst even goed verdedigen, dat is belangrijk. Niet met te veel andere dingen bezig zijn. Goed, Genie. Die Genie winnen al. Nee, niet normaal, man. Kijk, let op. Dus stel, ik doe hem nu zo. Zie je hoe snel die sleep achter die bogel aandoet. En nu dan niet, even kijken. Misschien moet je ook wel... Kijk, hier bijvoorbeeld. Dus je doet bijvoorbeeld eerst die naar rechts. Het is echt bizar. Nu timed ik het niet goed, maar het was niet het goed moment om te doen. Maar het is echt een lijpe combinatie als je die onder de knie hebt. Ik weet niet of er nog bepaalde regels zijn, dus ik doe dan nu de balrol naar rechts. En het fake shot naar links. Ik denk dat dat wel het allerbeste is, maar volgens mij deed... Nou ja, Nick den Hamer deed hem in die halve finale tegen Renzo ook. Balrol naar rechts, fake shot naar rechts. Dus het kan wel. Je ziet het in elk geval, het is een hele lijpe, snelle combo. Ah, slecht. Focus. 5 sterren doet hij een scoop turn, 4 sterren gewoon face met wel die skill. Oké, okay. Dus liefst wel 5 sterren. Kom maar. Anders word ik weer zo'n pult, weet je wel. Oh ja, bij die goal zat ik daarover te praten, bij die goal dit. Gewoon nu focus, klaar. Volgende goal, kom op.
Zo even wisselen hoor. Nog heel even door. Alleen maar die bridge doen, niet normaal. Vorige tegenstander ook al, hè? Perfect, kom aan. Is goed, is ook weer net te laat. Ah. Nee. Sterk, Arjen. Goed, Golo. Heerlijk. Ja, ga maar. Ja, heerlijk. Ook heerlijk. Gewoon geven. Slechte keuze. Toch een slechte keuze om daarna te geven nog met Robben. Come on, Messi. Messi. Heerlijk. Alright. Ah, gameplay, het is te spelen, serieus. Het is, het kan erger. Nee, wat wilde ik nou? Dit zo. Zullen we gewoon malen even inknallen, kan wel toch? En dan Rashford op links. Ik zat net nog goed over Son te praten, maar dit is prima. Malen dus 3 sterren weaver, dus dan zet ik hem toch liever op rechts. Ah, goeie goal, hè? Vond ik ook wel. Waarom heb je altijd zulke snelle gameplay? Ja, geloof me, het valt wel mee. Ruben, zo. Hoe weet je dat? Of is onze video online gekomen of zo? Ja, ik was gisteren de veteranen nog bezig na de livestream van. Van mezelf. Ik ben ook oprecht wel een beetje moe van de hele week. Ik heb zulke lijpe lange werkdagen. Maar ik dacht gisteren, ja, fuck it. Ik speel me gewoon even vast de eerste pot op veteranen erachteraan. Ging niet goed, nee. Het ging echt niet goed. Verloor gelijk de allereerste pot. Ik stond 6-2 achter, kwam er nog terug tot 6-5. Nou ja. Het was niet best. Goed, ik zal niet te veel verklappen, want volgens mij komt er inderdaad een video over. Maar de weiland is dit verprutst, dude. Spijt me, maar ja, ik kan niet altijd. Meestal heb ik de eerste 10 potjes daar ook wel gewonnen. Maar ja, ja, drama. Hier is die. Hoe voelt hij aan? Oh, bizar. Echt benieuwd hoor, morgen naar PSV Ajax. Woe! Goed getimed, lekker. Top. Koen, heb jij hulp bij jockey aanstaan? Oh, hey, wat grappig. De veteraan zit in de chat. Ik zie mezelf in de chat. Oh, trouwens, is dat wel het echte kanaal? Ja, denk het wel, toch? Wie gaat dat nou weer faken? Ik heb de veteraan even moderator gemaakt. Abonneer op dat kanaal, jongens, als je dat nog niet hebt gedaan. Daar heb ik dus het kanaal heb ik samen met Pasky. We hebben samen een Road to Glory en daar hebben we natuurlijk die squad builder battles op die we voorheen altijd op onze eigen kanalen knalden. Oh, Rashford! Great goal! Great goal! Oh, de video is al online. Ja, precies. Nou, daar kunnen jullie het even zien, jongens. Als jullie willen weten hoe ik het dus daar vanaf bracht, dan. Ja. Ja, vind ik veel, jongen. Ik gisteravond kijken. Ik heb gisteren al die beelden gestuurd naar jou. 10 potten gespeeld.
Ik lag gisteravond in bed. Nou, even kijken of de video erop staat, maar... Weer een teleurstelling, jongen. Het was weer een teleurstelling voor beiden. We stellen elkaar teleur, jongen. Ik ben wel benieuwd naar je commentaar weer. Dat is vaak prachtig. Zo, die... ik denk dat hij iets in die video zegt over van, ah, die weiland niet scherp. Die, wat zal hij zeggen? Heb ik mijn controleinstellingen aangepast of gewoon standaard? Nee, ik heb ze gewoon standaard. Klassiek. Goed jongens, we gaan lekker serieus. Het gaat prima. Gameplay is echt niet optimaal. Maar gewoon goede dingen. Allemaal goede dingen. 5-2 volgens mij. Goals. Goed, ja, goals van Mbappé, PD, Rashford. Oh, het 6 nog zelfs. 6 man. De eerste 3 waren volgens mij allemaal van Messi. Onderschat die man nou niet. Gewoon weer een basisplaats. Rashford dus met een goal. PD met een goal. En Mbappé. Assists. 2 keer Kante. 1 keer Gini. Pelé. Mbappé. En. Niemand. Dat kan. Dat kan. Oké. Andere stats. We gaan 12 op 0. Niks mis mee. 49% balbezit. 10 schoten voor. 8 op doel. 2 schoten tegen. Netsch. Even de donaties. Monstro hadden we gehad. Joffrey Vonk hadden we gehad. Luc Urmast hadden we ook gehad. Dus alleen Dylan. Maatje, je bent nog niet bij de 30-0, maar je bent al verder dan gisteren. Dat klopt. Zet hem op. Groetjes. Groetjes terug, Dylan, jongen. Dankjewel. Ja, die combo skills wel lijp, hè? Waar is George? Ja, goeie vraag. Hij liep hier net wel rond. Maar hij is hier nu niet. Ja, dat is mooi. 12-0 gaat lekker, ja. Jongens, geef me even 3 minuten. Ik moet heel ver naar de wc. Ik ga pakken even 2 boterhammen. Pak even wat drinken voor jezelf. En dan zie ik jullie zo. Kom, wat vind je van Club Brugge nu met Ruud Vormer was Dost? Dost ook nog, ja. Gruwelijk. Noah Lang en Stefano Denswil. Ja, prachtig broer. Ik word fan van Club Brugge. Moet ik altijd mee uitkijken. Volgens mij is de helft van de Belgische kijkers voor Club Brugge en de helft er een afschuwelijke hekel aan. Nee, ik ben geen fan, joh. Boeit mij geen reden.
Daar zijn we weer. 12-0. Jongens, ik ga even... ik moet het even checken gewoon. Ik moet even weten hoe stoer dat vette joch commentaar geeft. Oh. Ik krijg elke keer Poolse reclames. Hoe kan dat? Ik zit echt niet op rare Poolse porno sites ofzo. Wat is dit? Ik krijg elke keer Poolse reclames. Static podnosisje. Odwordje druk. Niezamowit. Wygodne. Tak. Nadwitska. Wat is dit allemaal? Zo. Het is vandaag vrijdagavond en het joch gaat deze video inspreken. Ik heb niet de hele video gemaakt, want je gaat straks 10 potjes eten, mensen. Dat jij, waarom denk je dan eigenlijk niet, je moet bij Robben gewoon altijd zijn linkervoet dekken. Hoe moeilijk het ook is, continu gewoon zijn linkervoet. Hier ga ik 6 om 2 al. Onze keeper, Ketta, wat een keeper. Wat een kutkeeper. Nee, oké, kom op Koen, deze moet je dan maken. Laatste minuut, ik wil niet... 60 giga, nee. Dat betekent dat ik echt aan de bak moet morgen. Tenzij Koen deze ook verliest, dan wordt het 6-4. Nee, ik hoop in ieder geval dat hij 7 is. 6-4, maar ik die laatste... Ja. Op de paal. Gaan we fast forwarden, oké. Nou, dit is schitterend geëdit. Lekker Tom, heerlijk. Zoveel zieke goals tegengekregen. Was dat een schot? Wat gebeurde hier? Dit wil ik even zien in herhaling. George, wat ben je aan het doen hier? Ik heb vandaag heel veel rare dingen gezien in het spel. Ook in de stream van Koen. Ja. Cool, gekke dingen. Ah nee, dit wordt 6-4. Ik voel het. Koen, wat heb je me aangedaan? Oh. Je weet hoe ik speel met zaterdag en zondag. Met die ultra delay. Hè? De tegenstander heeft er geen zin meer in. Die dacht, ik sta 2-0 voor. Ik geloof het wel. Lekker cool, jongen. Ik voel dat je deze 2-2 gaat maken. Arjen Robben, stiftje. Nee, hij schiet hem nog gewoon. Snoenhard. Wordt nog een penalty reeks. Nou, je moet het maar even kijken, jongens. Abonneer dus op de Veteranen. Dat is ons gezamenlijke kanaal. Dat is mooi. Oh, die kat. Waar ga je nou weer zitten, joh? Oké, jongens. Ik moet even wat eten, hoor. Als je dit niet aan kan horen, ik snap het. Ik snap het. Maar dan moet je heel veel geluid uitzetten. Je moet heel veel paar minuten wat eten. Gewoon een paar lekker... Gewoon vers maïsbrood. Ho! Mmm. Tom Lallemand, die mag naar insturen@koenweiland.nl. Die kat, jongen, prachtig. Zit hij daar weer, jongen? Oh, wat een beest, dude. Ik snap je, big friend. Maisbrood is echt het lekkerste brood. Dus, en dan vers vandaag net bij de appie gehaald. Ja, dat is ongekend. Volg ik de Belgische competitie? Nee. Nee, dat kan ik niet zeggen. Ik kan niet zeggen dat ik het volg. Ik weet dat Noah Lang het heel goed doet daar. Echt heel goed. Dat mensen zich echt afvragen waarom heeft Ajax hem zo goedkoop laten gaan. Maar, nee. Oeh, Anderlecht vierde met Flappy. El Flappo. Oh. Mooie strijd. Club Brugge en Racing Genk. Ja, Noah Lang doet het goed, hè? Nee, Flap die speelt heel weinig, ja. Hij is ook vooral veel geblesseerd geweest en hij heeft corona gehad en zo, maar...
Jeff die zegt ook, Flap wordt binnenkort verkocht. Ja, is het zo erg? Maar, kom op man, is een goede voetballer. Haha. Dankjewel Wout Peters, is goed om te horen jongen. In Nederland hebben we Koen, in België hebben ze wie? Semi? Oh nee, oh dat zijn die twee, oh mijn god. Hoe heten ze? Cecile en Michel ofzo, hoe heet ze ook weer die twee? Moet voorbij zien komen, ja. Noemen die zich Semi? Oh mijn god. Arceline Michiel. Ja. Blijf hier staan. Oh. Maar. Ik ken ze alleen van het feit dat ze altijd toch de video-ideeën en thumbnails precies namaakten ten opzichte van Nederlandse YouTubers. Oh, maar ik zie wel ook dat ze heel veel samenwerken met Nederlandse. Nou ja, dan voel je me ook echt geen reden. Zo. Oh, Georgie. Wat een dag hebben we samen, jullie. Jake, waar? Een club in Hoek van Holland? Ben ik ooit in Hoek van Holland geweest? Oh, Lockdown 2? Wat dan? Wat is dat voor video dan, Kelvin? Nou, ik denk het niet, Stijn. Ja, misschien ooit, als ik echt heel goed ga, maar... George, ze vragen wanneer je naar het asiel gaat. George. Hallo. George. Ja. Wanneer je naar het asiel gaat. Hè? Wil je dat? Die is voor mij, ja. Hoeveel staat het dan bij Sociedad Sevilla? Ja, vreselijk Kelvin, ik ga niet eens kijken. Kom eens. Kom maar. Kom dan. Zo jammer dat ze zo slecht luisteren. Honden zijn leuker. 2-2 nu zelfs. Zo hé. Dankjewel Jeroen K. Heel leuk om te horen, man. Tuurlijk ken ik Brian Moejaar nog. Die ga ik nooit vergeten. Na een kwartier spelen, ja? Wat zie ik? 2-3 zegt iemand nu. Dat zal wel niet, maar... Kom je nog wel eens in zetten bij de wandmolen? Nee, dat niet. Maar vroeger wel, ja. Toen zaalvoetbalden we daar inderdaad. Oké, jongens, 12-0. Ik denk... Ja, het hangt allemaal van de gameplay af. Ik ga niks zeggen. Oh, 28, 24, 22. Ja, dat komt goed. Oké, jongens. Gewoon gefocust blijven aan het begin van elke nieuwe game. Oeh. Ik ben gisteren doodgemaakt bij de veteranen. Ik ben echt helemaal doodgemaakt door die suiker. In combinatie met Maradona. Geen idee waarom. Hij is nog best irritant ziek. Spelletje.
2-3 Luc de Jong, is dat echt zo? Oké, jongens, vamos. Oh, dat wil ik trouwens ook even doen. Ja, het maakt geen kloot uit, maar ik wil even die... gewoon even mijn stadion een beetje pimpen. Ik zag het bij Kai Sierhuis en ik dacht van, ah, toch is het wel vet als je daar een klein beetje aandacht aan besteedt. Ja, Messi, 1-0. Lekker, Messi. Iedereen doet de necklace. Iedereen doet de necklace. Oh, joh. Oh, joh. Deze chap. Dat handje van Robert. Zo schitterend. Wat een detailspassie. Ze letten ook overal op. Zo mooi spel geworden. Ik weet nog dat we in 96 voor jou. Toen was het weer niet goed. Toen was het weer niet goed. Hadden we een nieuwe Nintendo gehaald met de FIFA World Cup passen. Zag er niet uit. Hier, Pele, 2-0. Let's go. Vamos. Barabing, barabong, bim, bam, boom. Zoals Bassistent zou zeggen, 9 minuten. Rage quit. Rage quit alert. Kingel. Oh nee. George, wat zit je daar nou? Echt een knappe kat. Oké, jongens, willen jullie dat leuk zien? Zullen we blijven zitten? Oh, wacht, dat kan die kabel niet aanbrengen. Oh. Oh, dit is mooi, zeg. Ik laat hem even zo staan, wordt aangebeld. Wacht even. Hey, wat zie je er mooi uit! Dat beest. George, wanneer. George, wanneer ga je naar het asiel? Hm? Wanneer? Wanneer? Hm? Oh. Nou goed, jongens, dat was even. Dat was hem weer. Oh, die kat. Hij is een moment of shine, zijn moment of fame weer gehad. Doe dan full screen. Ah ja, joh. Zieke George, kijk hoe mooi zo is. Ja, jij. 2-0. Rijs Quita. Goals. Messi en Pelé. Assists. Oeh, 2 keer Kylian Le Grand de Anus. Kylian le grand met de Kylianus de Anus très grand. Bonne possession. Ouf. 93. Allez, 80. 83% de possession. 2-2-0-0. Top. Dan zijn we er weer. 13-0 inderdaad. Dat is top. Fantastisch. Fantastisch. We hebben timer met een donatie. Yo Koen, ouwe Rukker, alles goed? Heb je niet wat nieuwe muziek voor in de stream? Ik ken deze list bijna uit mijn hoofd. Met vriendelijke groet, de koning Rukker van de Rukkers. Lekker timer, jongen, ouwe Rukker. Nee, ja, weet je, dat zijn van die dingen. Daar ben ik echt heel laks in. Dus je hebt helemaal gelijk, hoor. Laat ik dat voorop stellen. Ik ben daar heel laks in. Elke stream denk ik van, oh ja, ik moet even nieuwe muziek maken. Maar toch neem ik er niet de tijd voor. Dus het spijt me. Ik vind het een beetje gênant inderdaad, altijd diezelfde muziek. Maar het is best moeilijk om daar goede muziek te vinden, maar ik ga mijn best doen, oké? Ja, je hebt ook geen reet aan een kat, Kelvin, dat is ook zo. We hebben helemaal niks aan jou, hè? Nee. Maar... Ik hoef je me niet zo... Oh, hij gaat weg. Wat ga je doen? Wat ga je doen? Wat is het? Wat ga je doen? Ga je? Ik zal die deur een keer openen. Kom maar. Kom maar. Kom. Wat is het idee? Oh, die kat. Wat, een George Cam? Ja, maar hoe wouden we dat doen dan?
Hoe zouden we dat willen doen dan? Gewoon, zou je echt een klein tuigje kunnen maken met een... Dus dat is een soort ding om heeft. Wat je ook bij honden wel zet, dat je daar dan de riem aan doet. Maar die GoPro is natuurlijk veel te zwaar. Dan breekt hij gewoon zijn nek. Lastig. Ga naar de volgende pot, jongens. 13-0. Breng me nou maar naar het asiel in. Favoriete YouTuber? Ja, heb ik niet echt, man. Ik kijk niet zoveel. Ik kijk echt gasten, kijk ik. Was dat hè, die leuke dingen? Ik kijk op YouTube altijd naar Arjen Lubach, dat is nu voorbij. Naar Veronica Insight. Ik kijk soms wel die dingen van jachtseizoen. Vind ik zit gewoon goed in elkaar. Is gewoon kwalitatief goed. Ja, ik vind Bram Krik altijd lachen. Met die kleine dorpjes en zo, dat kijk ik van hem. En die in de auto kijk ik soms. Weet je wel, als er leuke namen zijn. Ik heb niet echt een favoriete YouTuber. Basky Rokus, daar kijk ik alles van. Daar kijk ik toch altijd alles wel even van. Gewoon om te kijken hoe hij het doet. Maar. Wat wel mee. Ja, ik vind het. Ik kijk naar wat Engelse FIFA gasten. Vind ik ze nog wel grappig. Die Harry vind ik grappig. Spencer of C zag ik altijd wel een beetje als een voorbeeld. Vind ik echt een goede gozer gewoon. Die Rove de Shaw is natuurlijk tering droog gewoon. Kijk, klik ik ook vaak wel even aan, maar echt een favoriete YouTuber. Weet niet echt. Ik heb zijn team niet goed gekeken. Volgens mij heeft normale Rashford en Mané, geloof ik. Oh ja, Socrates, Werner. Oké, die moet je gewoon aanpakken, maar kom aan, we weten het. Ook in de vorige stream. Was er één keer dat ik zei, het is zo'n slecht team, het komt 2-0 achter. Weet je waarom? Vooral omdat je dan dus te gehaast gaat spelen. Je neemt het niet serieus genoeg. En aanvallend doe je het dan heel slecht. En toch wordt hij gewoon een paar keer gevaarlijk. Je denkt, ik rol hem wel even op. Moet je denken. Dat is wel heel ver. Ah, oké. Okay. Dat is niet slecht. Ah, oké. Okay. Heel te heel. Zijn. Die Walker kan echt niet passen, jongen. Zo beslopen, jongen. Goed, Golo. Oh. Goed verdedigd, dat hij meteen naar mijn linker. Gomez blijft zo'n monster, echt. Wat een machine is dat. Jezus, Mina. Oh, goeie bal. Ik zag hem niet. Ja, dom. Krijg ik nou rood ook nog niet?
verdient ook. Kom op. Goed. Oh mijn god, wat doe ik? Dat is sowieso mijn scheidgoal geweest, maar... Goed, Acuña zeg. Ja, een slechte pot. Kom op. Nog even zo door. Gewoon wat simpeler. Singelen, perfect. Ha. Ah, perfecte aanval, is goed. Kom aan. Thank you.
Hey, hoe dan? Ah, kan dat nou? Langzaam daar. Zo ongelooflijk. Ah. Fuck, hoe kan ik er zo uit worden gecounterd? Elk net niet goed voorin. Fuck. Altijd tegen het slechtste team van het weekend. Ah, wat is dat nou toch? Hoe kan dat? Kom op, laatste kans. Jezus. Oh, hoe kan ik weer van zo'n team en zo'n gast verliezen? Oh, wat heb ik een kans gehad? Ik op een gegeven moment wist ik niet meer wat ik moest doen voorin. Ik heb veel om zeep geholpen, maar ik wil er ook net niet in, zeg. Ja.
Het begint gewoon slecht aan die wedstrijd. Wat ziek. Ik weet niet wat ik ervan moet zeggen. Het is, maar je mag deze nooit verliezen. Kut. Ah. Zoveel frustratie. Nee, wacht. Ik viel 1-4-1 in. Het moet 1-4 zijn. Oh, wat ziek zeg. Je maakt nog op tijd de 1-2 ook. Ik dacht echt, ik ga het halen. Tering slecht. Hoe kun je nou zo makkelijk die goals tegenkrijgen tegen Werner en normale Mané? Fucking hell. 13-1. Nog zoveel dingen niet goed uitgespeeld. Dit overkomt me nou elk weekend. Dit is niet te geloven. Het is wat Nick Den Hamer ook heeft. Ik zweer het je. Ik speel tegen best goede tegenstanders, maar het is echt een goede pot. Wat doe ik hier? Ik weet zeker dat deze gast Max Goud 1 haalt. Dat kan het bijna niet anders. Met zo'n teamje ook. Hij heeft er gewoon een paar keer goed uitgekomen. Hij heeft het goed gedaan, maar ik had hem zo ziek onder druk. Hij kwam er niet eens meer onderuit, maar... Ik speel het niet goed uit. Ik weet het echt niet. Fucking hell. Ja, normale Mané is ook goed. Nee, tuurlijk. Dat begrijp me niet verkeerd, maar... Oh, Jezus. Ja, ik ben heel vroeg begonnen. Express inderdaad, gisteren. 29-1 gaat ons waarschijnlijk wel tot 200 geven, maar... Meer durven schieten, ja. Oh, ik heb hier zoveel dingen fout gedaan in aanvallend opzicht. Ik probeerde echt heel rustig te blijven en te concentreren. Oh, man. Ik kom op een of andere manier niet langs die Van Dijk de hele tijd. Had ik een goede actie, die bridge met Pelé. En toen zat die Piet Veldhuis, Alisson zat er ineens alweer op. Ah, dat was het gewoon net niet. Zo, wat slecht zeg. Verlies ik vaak mijn 14e pot? Dat zou best kunnen. Nee, ik wil wel door. Ik wil vanavond lekker chillen. Ik wil niet vanavond ook weer een stream. Ja, Pelé is geweldig. Echt, geloof me. Pelé is echt geweldig. Maar hij staat iemand op 16 goals dit weekend. Dat is wel heel weinig dat zo is. Maar... Kut. Altijd typisch Veldhuis. Nee, het kan nog. Het kan zeker nog. Ik ben ook niet helemaal eraf nu qua teleurstelling. Ik heb er echt alles nog aan gedaan, maar... Ik begon slecht. Die eerste was een penalty volgens mij. Die tweede was... Ja, dat deed hij gewoon goed. Hij kreeg Werner goed vrij en hij schoot hem goed naar die lange hoek. Dat deed hij gewoon goed. Ik kwam terug. Ik had zoveel mogelijkheden. Ja... Kijk, dit team is 10 keer beter. Maar ja, dit is echt een topteam. Met Petit is top. Met Renato. Heerlijk middenveld. Alright. Kom op jongens. Nee, maar ik wil wel even door. Ik wil serieus eigenlijk gewoon naar die 19-1. Kom aan. Gewoon herstellen. Ik ben mentaal oprecht. Ik ben er niet helemaal vanaf. Ik ben er echt ziek van. Ik snap het niet echt, maar ik ben niet helemaal er vanaf. Kom aan. Weet je wat nog het allerziekste is? Ik zweer het je. De gameplay viel nog mee. Er gebeurde wel af en toe wat gekke dingen. En hij mocht er ook echt net niet in. Maar het is niet zo dat de gameplay de hele tijd niet lekker voelde of zo. Het viel echt wel mee. Dus daar gooi ik het ook echt niet op. Oh, die kat. Gijs. Het is geel meteen. Kom op. Als dit geen geel is. Ga zeggen.
had die impress aan kunnen zetten, dat was helemaal. Goed Walker, prima. Walker. Nee, is niet goed. Zo, wat een bal. Gomez met links. Hij lijkt. Ronaldo voor de goal, daar ben ik altijd heel blij van. Goed, Popi. Goed, Kleiber. Goed, Kante, kom aan, we moeten er eens pakken. Slap. Kom je als lul. Dankjewel, Bart-Jan. Kom aan, Robben, je bent los. Kom op, Pelé. 5 miljoen, man. 6 miljoen. Dan mag je hem toch wel even onder doorschuiven daar, joh. Hey. Wat vind je ervan? Hoe stiften misschien daar? Ik blijf dat je... Ah. Wat moet ik nog doen dan? Kut gewoon al dan. Kom op. Moet positief blijven.
Of lang moet scoren. Het is dat je die vorige pot hebt verloren, dan begin je nu een beetje. Dan kun je nu een beetje moedeloos beginnen te worden. Maar je moet nu juist gewoon kalm blijven. Hoerenzooi. Goeie goal. Ai, 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 man. Ah, wat kut, jongens, hè? Ik zie het, jongens, ik zie het, maar... Oh, dit is zo gestoord. Dit is zo lang, man. Klote zooi. Zo, het gaat nu zo langzaam, ik word helemaal naar van. Heb hem dan! Kom op, jochie. Ik kan die bal nooit normaal gewoon in de ploeg houden met een doeltrap. Ik moet ze weer kort laten komen. Oh ja, kut, waarom doet dat niet? Gewoon R1 geduld. Kom op, man. Ik zit al 20 minuten hetzelfde te kijken. Hij zit ergens buiten en ik ben niet spoor. Kom op, man. Echt een zaadpot nu. Het gaat ook zo slow nu. Het is echt een drama. Waar heb ik het vandaan nu? Kom op. Oh.
Dat ziet er niet meer uit, jongens. Het spijt me. Dit, Was het nog wel mooi precies allemaal. Kom op, weg dat ding, joh. Hey. Wow, joh. Kijk dan, ik zweer, ik kan echt niks meer. Oh, joh. Ik ben nog niet bij zijn goal geweest, tweede helft. Zo'n saaie zaad kutpot. Eén zo'n scheidcorner. Ah, man. Helaas. Wordt er weer niet. Deze pot is echt kansloos. Dit staat helemaal nergens op. Het begon nog goed de eerste helft, maar het speelt zo verschrikkelijk sloom nu. Eens een hoerenbal, ik kan gewoon nu niks meer. Het weet je wat het op de zaterdagmiddag zo kan zijn. Het viel op zich nog wel mee. Kom op, probeer het nog even. Kom op. Ja? Nee, dat is wel klaar, jongens. Ah, zo, dit is echt een hele trieste. Verschrikkelijk. E-sporten van PSG, ja, dit heeft echt, nou, dat is een beetje dom. Als je dan daarmee straks dat Ultimate Pack vernaait, dan is het ook zonde. Van rang 1 Division Rivals, maar dit is klote, man. Jammer, die vorige pot had gewoon niet gemogen. Het wordt morgenavond, denk ik, even strijden voor Elite 1 weer. Het is zo jammer. Deze pot zat het er voor mijn gevoel echt niet in. Dus ja, die is dan ook maar terecht. Hele irritante gozer. Maar verdient verloren deze. Anders. Is niet anders, jongens. Succes allemaal. Ja, tuurlijk ben ik een tryharder. Kom op, man. Elke week zit ik op die Elite 1. Ik wil gewoon een keertje proberen die top 200 te halen, maar het gaat me niet lukken. Dit weekend dacht ik van niet. Helaas, jongens. Thanks, het was serieus echt. Het was echt een relaxe stream. We hebben echt gelachen. Het was echt leuk tot die 13-0. Ja. Maar het was niet zo dat ik slecht begon, dat ik nog in de ellende van die vorige pot zat. Dat was niet zo. Deze was echt kansloos. Tegenstander goed gedaan. Drama. Jongens, thanks. Ik ga morgen weer mijn best doen voor die Elite 1. Ja, dat is het. Nu zit er even niet in. Het is jammer. Het is gewoon een goed team, jongen. Het PD is goed. Het team is goed. Dat is niet zo. Dat is echt niet zo. Thanks nog voor de donaties. Even kijken.
Kevin zei, één verlies maakt niet uit. Maar zielige mensen in de chat zeggen ze, kijken in de hoop dat je verliest. Ja, die zijn er genoeg, jongen. Geen zorgen. Dat maakt echt helemaal niet uit. Bart Jan zegt hier, een veteraan van 38 die nog steeds graag FIFA speelt. Helaas is goud 2 tegenwoordig wel het maximaal haalbare. Kan ik niet samen met mijn zoon een keer een lesje van je krijgen? Ja, misschien kunnen we dat wel een keertje regelen, Bart Jan. Hoe zie je dat voor je? Langskomen zit er sowieso niet echt in natuurlijk eigenlijk nu. Misschien als dat weer kan. Maar dat is wel een leuk idee. Leuk man, 38. Leuk om te horen, dankjewel voor je donatie. En groetjes aan je zoon sowieso. Stijn Manski, succes dit weekend maatje. En Jasper Piers, gaat niet zo lekker hè maat. Lekker pilsen, wow, trek een bak als je lid bent. Beesten moet een bak trekken. Dankjewel jongen, nee, het gaat even niet zo lekker nu, nee. Het is, ja, triest. Vorige pot had ik niet mogen verliezen, deze, terecht. We pakken hem weer op morgenavond, denk ik jongens. Hopelijk speelt het gewoon weer lekker en dan moet Elite 1 er zeker nog in zitten. Het is wat het is. Thanks jongens, tot snel. Geniet van je weekend en van de Eredivisie-potten vanavond en morgen. Nee, ja, misschien vanavond nog even 5. Ja, het zou kunnen. Wie weet. Thanks jongens, tot snel, ja? Ciao, ciao.